Hi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op het kanaal van Fashion Chick. Ik heb hier leuke kapsels voor de feestdagen. Is dit nou zo'n moment dat jij een beetje inspiratieloos bent, wat je nou eigenlijk met je haar moet doen met de feestdagen? Dan zou ik zeker blijven kijken. Laten we beginnen. Allereerst start ik met een pluk te pakken en een losse vlecht erin te maken. Ik maak deze even tijdelijk vast en begin in te vlechten aan dezelfde kant als dat ik de losse vlecht heb gemaakt. Denk je nou, oh nee, wat doet zij nou weer? Ik beloof je zo'n video over vlechten apart aankomen. Ik trek de ingevlochten vlecht los. En voilà, het losse vlechtje leg ik over de ingevlochten vlecht neer en maak ik met schuifspeldjes vast. Bij deze look breng ik deze long-lasting matte liquid lipstick genaamd Loyalist aan. Ik steek het bovenste gedeelte van mijn haren op en met een elastiekje maak ik een knotje. Vervolgens pak ik een losse pluk en maak hierin een vlecht. I seriously love deze look. Deze long-lasting matte liquid lipstick genaamd Dreamer kan natuurlijk niet ontbreken bij deze look. Ook nu pak ik weer het bovenste gedeelte van mijn haar en begin ik te touperen aan de onderkant van mijn haar, dicht bij mijn hoofd uit. Nu mijn haar bol staat, maak ik met losse schuifspeldjes mijn haar vast. De onderkant van mijn haar laat ik nonchalant vallen. Leuk toch? Oh my god, deze long-lasting matte liquid lipstick genaamd Believer Lipstift. Zo gaaf. Dat was het alweer. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie er zelf van gaan maken. Ik wens jullie alvast de allerbeste, fijnste feestdagen. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. En dat is denk ik volgend jaar. Maar dat zien we vanzelf wel. Vergeet niet natuurlijk nog even te abonneren en te liken. En een reactie hieronder achter te laten om te laten weten wat jullie ervan vonden. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende video.